allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Ik loop nu naar de garage om de fiets te pakken. Matthias en Dante zijn nog beneden bij de fiets. Oh, lekker licht. Want Matthias gaat hardlopen en wij gaan erachterna op de fiets. Volgens mij heeft het wel wat fris. Ik heb Matthias zijn jas trouwens aan. Oh, dit werkt helemaal niet met het licht. Ik heb even zijn jas aangedaan. Look which what I have. Hey. Mama. Ja. Fiets. Ja, we gaan fietsen, hè? Moet je be careful with my truck. What? Because I even don't use it so much. So. Do you think that I'm gonna break it? If you break it, you know what you're doing. Yeah. Kermit, de kikker is er klaar voor, hoor. Ready? Ja, yeah. Ready? Joepie! Go, papa! Go, papa! Go, papa! Go, papa! Go, papa! We're like the... We zijn net van de marathon. De peloton car. Peloton car? Zo heet volgens mij de peloton car. De papi! Auto. Papi! En fiets! Fiets, zeg maar. Nee, we moeten alleen maar, mogen papa niet te veel afleiden. We zeggen alleen maar go papa! Open road, none stops you from trying to lose your love, to find your silver lining. You left my side, 'cause mother lets you run and hide, and even from afar I hear you crying. Let me out of this cage. Klop, klop. Hallo? Had er ook iemand een koekje besteld? Ook eentje voor papa, heb je al gepakt? Ja. Doei. Het raampje gaat weer dicht hoor. Raampje gaat dicht. Weg naar een trampolinepark. Met Dante. Matthias die is even geld aan het halen. Die komt er nu weer aan. Maar wij gaan naar een trampolinepark met Dante. En we hebben een half uurtje trampoline springen gereserveerd. Mama. Ja? Papa is daar. Papa is daar. Maar ik ben heel benieuwd. Het is hier vlakbij het park. En ja, het is gewoon in al trampolines voor wat ik heb gezien online. En je kunt er feestjes geven en... whatsoever. Dus we gaan het zien. Even wat gezelligs doen. Finally found the dream and lift those ties unbound. I a quest for peace that a hopeless search for sweet release. You found your feet, but now they only run to meet a hope that's hanging loosely. Was your crying? Let me out of this cage, for I swell up with rage. Let me sing to old age, for I. Het was een beetje een abrupt einde. Ja? Papa komt daar zo aan, let op. Het was een beetje een abrupt einde van het
spelen bij het trampolinepark. Want helaas had tante... Oh, wacht, tante, dit werkt zo niet. Wacht. Helaas had tante allemaal klokken in zijn gezicht gekregen. Mama! Ja. En papa is daar. Oh, papa is daar. Je kan nog een beetje zien dat die rode plekjes... Oké, daar komt papa al aan. We hebben even eten besteld. Maar hij had allemaal plekjes gekregen en dat was natuurlijk heel vervelend. En hij was behoorlijk overstuur dat we weggingen en dat vond ik even heel erg moeilijk. En ik was even heel erg verdrietig erom. Maar goed, we hebben nu eten besteld. We hebben bij HTDP besteld. Mama! En officieel, mama. Ja! Oh, mama! Ja? Pizza! Pizza, nee, patat! HTDP heeft echt de meest lekkere... kipburger, soort van KFC, maar dan veel lekkerder, homemade. We hebben natuurlijk geen KFC hier in Uruguay. Maar dit is echt serieus zo... Oh, dit is with honey. En die zijn sausjes. Nou, maar deze... Ja, dit is wel apart. Ja. Oké. En kijk, oh, echt, dit is zo goed. Eten. Pizza. 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 Dus even unboxen. Papi. Oh. Mama. Ja. Oh. Oké. Okay. Oh, rustig, rustig. Ja, oh my god. Af, niet aanzetten, Dante. Broodje. Oh, this looks so good. Dit is echt zo lekker. We hebben één keer eerder gehad. Papi. Zo papi. Lekker. Ja. Zo lekker. Oh, we eten gewoon een beetje onze teleurstelling van wat er was gebeurd weg. Ja. Want goed eten helpt altijd tegen... Zulke gevoelens. En dat die is nu weer helemaal happy de peppy, toch? Ben je nu helemaal happy met je pa? Wat heb je? Peppa Pig. Het gaat weer goed. Mama. Goedemorgen. Mama. Ja? Met opa, oma. Oh, je zag net opa en oma. We gaan even boodschappen doen. Wij zijn tot en met vrijdag alleen thuis. Oh, mijn camera. Wij zijn tot en met vrijdag alleen thuis. Dus tot en met morgen dus. Mama. Matthias is gisteren weggegaan. Mama. Ja. Voeten. Voeten. Mama. Oh, ja. Mama. Ja. Voeten. Auto. Oké. Matthias is gisteren weggegaan. En ik was gisteren nog even koffiewezen drinken met... de Nederlandse dames, wat heel gezellig was. Maar vannacht was echt een shitnacht. Dante, die spookt altijd als Matthias er niet is. Dat is denk ik gewoon een dingetje, maar dat is wel vervelend voor mij. Dus ik heb een beetje wallen die mede mogelijk gemaakt zijn door Dante. Dat is een matter. We gaan even boodschappen doen en we gaan even knutselspulletjes halen voor Dante. Even nieuwe stiften en iets van papier of zo. En dan dat hij gezellig kan knutselen. Mijn boodschappen en ik heb echt even heel snel koffie gehad bij de Starbucks, want dat was het dichtste bij mijn Dante. Dante heeft, wat heb jij Dante? Nee, gracias, je hebt chocolademelk, hè? Ik was een beetje chagrijnig, want ik heb, ja? Ja? Oh, ik had allemaal tekenspullen gehad voor Dante, dat wou ik van de punten betalen, die wij sparen op Matthias een idee. Dus ik zei van, en ik had gezegd, ja, weet je, goh, mijn man is er op dit moment niet, maar wij sparen de punten op zijn idee. Ik heb hier de foto van zijn idee ook, et cetera. Kan ik deze spullen ook betalen met de punten? Nee, dat mag niet, want hij moet er zijn en hij moet ervoor tekenen. Nee, ik ben alleen maar zijn vrouw natuurlijk, hè. Zuid-Amerika is een beetje corrupt af en toe, een beetje, god, gewoon typisch Zuid-Amerika. Ja, goed, vind ik een beetje bullshit. Maar goed, ik heb nu wel heel veel tekenspullen voor Dante. Dus we gaan straks thuis lekker knutselen, hè? En wat heb jij? Wat heb je in je beker zitten? Beker. Choco? Ja. Chocolade? Melk. Chocolademelk. Met zelfs slagroom. Oh. Mama, ja? Cake. Nee, het is niet cake. Chocolademelk. Oké, laten we maar gaan rijden. Gaan we naar huis? Oké, laten we naar huis gaan. Dante heeft gelijk al het grote potlood uit de tas gepakt. Die wil heel graag tekenen. Mama. Ja? Tekenen. Gaan we zo tekenen? Hey, lief schat, mama gaat eerst de boodschappen uitpakken en dan gaan we samen knutselen, goed?
heb een schaar gekocht. Een kinderschaar. Ik weet echt helemaal niet of dit leuk is voor hem of niet. Of dat het werkt. Ach, weet je, ik vond het wel gewoon iets hebben. Ik heb gewone lijm gekocht, Prit. Dan heb ik glitterlijm gekocht voor hem, zilver. Kon ook roze of blauw, weet ik veel. Nou, ik vind zilver het mooist. Ik heb allemaal... Oh, wacht eens even. Huh? Nee, deze niet. Oh. Vormpjes gekocht. Allemaal vormpjes die je op papier kan plakken. Maar volgens mij hebben deze al plakkers zelf. Nou, dit zijn allemaal vierkantjes, sterretjes, rondjes, driehoekjes. Dan heb ik hier allemaal insecten. Lieveers, beestjes. Nou, dat ongeveer. En ik heb allemaal bloemetjes. En die hebben glitters. Dat is misschien een beetje meisjesachtig. Maar weet je, dan vind ik bloemetjes ook leuk. Dus zo hier het. En verder was er niet heel veel keus. Ik heb allemaal dun kleurpapier gehaald. Ik denk dat ik dat gewoon... Het is echt, nou ja, ja, worden dun. Dat kunnen we gebruiken om een beetje te knippen en plakken. Heb ik nog kleurpapier gehaald. Maar dit is wat dikker kleurpapier. Dan kan ik daarop tekenen en plakken. Gewoon papier. Dit is klei. 6 kleurtjes. Zijn niet heel veel kleurtjes. Maar ik dacht, nou weet je, iets van klei. Ik kan natuurlijk ook Play-Doh kopen. Maar Play-Doh is dan weer zo verschrikkelijk duur. En dit was ook klei waar hij mee kan knutselen. En wat niet hard wordt. En dit was maar 2 euro. Dus dan denk ik, nou doe ik dit eerst wel. En dan hebben we de... Gaan we nu eens kijken. Ja? Oh, je wou de puzzel doen. Nou, doe eens zo. We gaan hem even... Wil je hem openen? Wil je deze openen? Dan gaan we het grote potlood even openen. Oh! Oké. Even wachten. 1, 2. Oké. Let op. Gaan we hem openen? Kijk. Even kijken of we hem kunnen openen. Zo. Hey. Oh shit, hier zat ook een schaartje in. Oké. Helaas. Even kijken. Dit zijn krijtjes, potloodjes, vers, stiften, wakstiftjes. Ja? Ja, wacht maar even. Mama gaat papier pakken, goed? Een eraser, een papierclip. Nou, dit zijn ook erasers of zo, denk ik. Wat is dit? Geen idee. Mama. Mama. Ja? Baby. Ja? Moppen. Mama gaat even verf. We water in het bordje doen. Kijk eens, we dippen deze in het water. Welke kleur wil je? Roze? Nee, kijk eens, kijk eens. God. Welke kleur wil je? Doe maar zo. En dan doen we. Doe maar zo. Wow, zie je dat? Doe maar bij de blauwe. Hier, eerst bij de blauwe dippen. We doen bij de blauw. En nu op het papier. Doe maar op het papier. Op het papier? Nee. Op het papier, kijk. Nee. Kijk, nee. Kijk. Oh. Nee, eerst daar dippen. Bij de blauwe. Goed zo, bij groen. En doe maar hier op het papier. Op het papier. Hier op het papier. Op het papier. Oh my god, dit kind wil echt niet luisteren. Nou, dan ziet het er zo uit. Na 1 keer gebruiken. Leg jij maar eens een peuter uit. Het is niet de kleuren door elkaar heen. Mengen of zo. Doe maar. Ei nog een keer, zo. Pak. Plak. Ei. Goed, zeg maar, wil je plakken? Pak. Oké, heel goed gedaan. Wow, en dan scheuren. Goed zo. Oh. Nee. Jawel. En dan probeer je boos te doen. Je bent helemaal niet boos. Je overtuigt mij helemaal niet hoor. Zo.
Wat doe je? Ben je boos? Pluk er een roos. Zet hem op je hoed. Dan ben je morgen weer... goed. Pie. Ho. Heel boos kijken. Heel boos kijken. Misschien overtuig je dan nog wel een beetje. Heel boos kijken. Ja, dat is echt niet boos kijken hoor. Daar overtuig je me niet mee dat je echt heel boos bent. Omdat je toevallig je tong niet tussen de schaar mag doen. Goedemorgen, het is de dag dat Uruguay speelt. Vamos Uruguay! Ja, leuk feitje over Uruguay. Voetbal is super belangrijk hier. Echt super belangrijk. Zoals Matthias al zegt, wij zijn maar met 3,5 miljoen mensen. Het enige waar men ons om kent buiten Uruguay om is het voetbal. Zeg je Uruguay, dan denken mensen, hè, wat, waar? Maar zeg je Suarez, dan weet iedereen waar je het over hebt. Dus voetbal is ontzettend belangrijk hier. En alle scholen zijn dicht. Terwijl alle kinderen hebben vrij op het moment dat Uruguay speelt. Zodat ze dus voetbal kunnen kijken. Dat kan je niet voorstellen in Nederland. Je gaat waarschijnlijk in Nederland wel in de klas kijken op het moment dat voetbal speelt. Maar je krijgt niet vrij. Nou, dat doet Uruguay dus wel. Daarin kun je zien hoe belangrijk voetbal is. Ik zag ook al vorige week en zelfs... eerder dan vorige week zag ik auto's met vlaggetjes van Uruguay. Ik zie allemaal balkonnen met vlaggen, weet je wel, voor Uruguay. Ja, het is gewoon een en al voetbal. En dat is natuurlijk ook wel logisch met de Wereldcup. Want Nederland is ook helemaal oranje op het moment dat we op de Wereldcup zijn. Maar nee, Uruguay leeft voor voetbal. En dat zie je aan alles. Ik support Uruguay natuurlijk. Tante ook. Ik vind het wel gek, want... Nederland zit natuurlijk diep in mijn hart. Ik ben opgegroeid in Nederland. Ik ben een Nederlander. Je bent opgegroeid met de oranje gekte. Je hebt een oranje hart als het ware. En ondanks dat ik het echt leuk vind om naar te kijken. En dat ik dan ook echt voor Uruguay ben. Is het niet dat mijn hart Uruguay is, zeg maar. Hoe graag ik het ook zou willen. Dat is nou eenmaal zo. Ik denk dat dat heel gewoon is. Tante die kan nog kiezen. Ik denk dat Tante zo'n half hart. Die heeft een half Uruguayans hart, half Nederlands hart. Dus die zal er geen probleem mee hebben. Die zal gewoon met liefde voor beide landen zijn. En dat is toch een beetje anders voor mij. Ja. Alhoewel, het is wel met liefde van mij, maar ik hoop dat jullie mijn punt snappen. Het is toch anders. Het is toch een ander gevoel of zo. Maar goed, vamos Uruguay. Goal, Uruguay! Ik hoorde vuurwerk gewoon 's ochtends vroeg. Hoor je het? Ja hoor, wordt gewoon vuurwerk afgestoken, hè, 's ochtends vroeg als Uruguay heeft gescoord. Ha ha ha!
op beeld op zondagavond. Ik moet heel eerlijk toegeven, ik had het weekend niet heel erg de behoefte om mijn eigen kop op de camera te hebben. Ik wou gewoon even een beetje offline genieten van alles. Maar ik heb wel hele mooie quality momenten gefilmd volgens mij. Want dat vond ik wel erg leuk om te filmen en te laten zien. Ik heb heerlijk genoten van het weekend. Eventjes mijn gezicht niet op dit beeld te hebben. En nu wel. Het is al laat in de avond. Mathies is aan het sporten. En ik ga dansen zo op bed doen. En daarna ga ik even zelf heerlijk wat voor mezelf doen. Een boekje lezen of zo. Of ik ga de Sims spelen. Want dat spel heb ik gedownload op de computer. Het spel heb ik al sinds 2015 denk ik niet meer gespeeld. Maar ik vind de Sims altijd leuk. En ik heb ook het nieuwste. Maar ja, met een kind erbij. Weet je, als je helemaal moeder bent. Dan heb je nou niet echt tijd voor dat soort spelletjes. Ik vraag me altijd af waarom de mannen, de vaders wel gewoon tijd hebben voor PlayStation. Ligt het nou aan ons of ligt het aan hun? Anyways, zoals ik al zei, ik ga nu zo lekker dan tot bed doen. En dan zal ik deze vlog maar afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Vond je dit nou een leuke vlog? Doe dan een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan vooral. Klik op die subscribe button. Want zo blijf je op de hoogte van elke nieuwe video die online komt op mijn kanaal. En dan hoop ik dat ik jullie volgende week zie bij een nieuwe video. Ciao.